Ik ben vandaag in de bibliotheek. De VVD gaat zijn verkiezingsprogramma lanceren. En dat is op zich niet zo bijzonder, want dat doet de politieke partij altijd. Maar ze hebben ook een luisterboek. Dat is op zich wel gaaf, toch? Kom, we gaan eens even kijken. Wel een beetje bekend voor. Nederland telt zo'n 350.000 blinden en slechtzienden. Daan de Kort. Oké, ik snap het. Politieke partijen die moeten natuurlijk hun standpunten presenteren. Maar ja. Hoe kom je bij een luisterboek? Een beetje open deur, maar... Kijk, het luisterboek is populair, hè? Denk maar aan app als Storytel. Maar nog veel belangrijker is dat als je een luisterboek hebt, dat het programma ook toegankelijk wordt voor mensen met een visuele handicap, analfabeten, mensen met dyslexie. Nou, de VVD is een partij die toegankelijkheid hoog in het vaandel staat. Ja. Dus vandaar deze keuze. De meesten weten dat ik zelf ook slechtziend ben. Als je kijkt naar Nederland, we hebben 70 miljoen inwoners, waarvan ruim 350.000 mensen blind of slechtziend zijn. En als ik daar vertaal naar Veldhoven, en met 45.000 inwoners, heb je het al bijna over 700 mensen. Dus dat is toch een behoorlijke doelgroep. En dan heb ik het nog niet eens over de analfabeten, mensen met dyslexie en noem maar op. Je hebt er zelfs een echte VVD'er bij kunnen halen, een Tweede Kamerlid, Sven Koopmans. Ja, ik ben heel blij dat hij er was en dat hij zich landelijk op inzet. Ja, zeker. Top, dankjewel. We gaan er nog even rondkijken. Ja, succes. Daar gaat het dus uiteindelijk. Dat je mensen hebt die dingen doen. Nou ja, waar de VVD dus uiteindelijk voor staat, is, kun je dus horen met mijn stem in het luisterboek van de VVD. Vergeet vooral niet te stemmen 21 maart. Het is zo belangrijk om gewoon je stem te laten horen. Je hoeft niet eens op de VVD te stemmen. Stem in ieder geval. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.